doel was vandaag voortborduren op de afgelopen wedstrijden. Is dat een beetje gelukt? Ja, ik denk qua spel dat we niet fantastisch speelden. En heel veel slordigheden. En ja, dan kon je wel gelukkig snel op 2-0. En dat is wel zonde dat je voor ons nog even die 2-1 tegen krijgt. Ja, want op het moment dat het 2-0 staat, eigenlijk lijkt er inderdaad weinig aan de hand. Ja, klopt. Maar vanaf dat moment gaven we ook weinig weg. Alleen ja, toch één momentje waardoor die gelijk erin ligt. En ja, 2-1 is toch een risky score altijd. We were not thinking if they score. We knew we were going to score again. And in the second half, we created more chances also. So I think we were not really, really nervous. But I think Anno's goal made it easier for us, for the team, and everybody started, you know, relaxing and you know, playing good. Het was niet dat Ricardo Kiesna nou zo slecht speelde, maar was dit een gouden wissel? Ja, ik, voor mijn gevoel wel. Ik vond het, ik was heel blij met mijn eerste balcontact. Dat was gelijk een doelpunt. Dus ja, mooier kan ik me niet voorstellen. Het was wel weer, Ricardo kwam er overheen denderen als afleiding als het ware. En ja, hij koos er weer voor om zelf te gaan. En ja, heeft niet gelukt dat hij erin gaat. Ricardo van Rijn zei nog tegen mij van, het is weer geluk hè. Je had hem gewoon weer op mij moeten spelen, maar ja, hij zit erin. Dus dat is het belangrijkste. Ja, hij refereerde nog even aan, werd nog bijvoorbeeld Cambuur uit. Er gebeurde iets soortgelijks. Dan moet je er maar maken op zo'n moment natuurlijk. Ja, zeker. Anders krijg ik op mijn kloten van Ricardo. Maar hij zat er gelukkig in. Dat is het allerbelangrijkste. En ik ben er heel blij mee. En natuurlijk moet ik ook afspelen. Maar als ik denk dat ik ga scoren, ja, dan denk ik niet na. Andere goal was van Toulani. Fijne goal met zijn linker. Heb je hem dat al eerder zien doen? Nee, niet vaak. Hij scoort natuurlijk niet vaak. En helemaal niet zulke knallen met links. Dat, ja, complimenten daarvoor. I mean, it's better to shoot because there's only two of us at the back. If I try to do something, they can take it up the ball and counter attack. So I thought it's better if I shoot. So I did. And it was with your left foot. Quite a good shot. Quite a good goal. Did you know that you could do that? Yeah, of course. I think I can shoot, but normally I don't. So I think a lot of people don't expect it from me. Ja. Tweede goal is van Davy Klaassen. Ja, die blijft maar tonen hoe belangrijk die is voor dit elftal. Hè? Ja, zeker. Davy Klaassen, een hele goede speler. Ik zie hem echt als broer op het veld voor mij. Hij sleept me door momenten heen wanneer het moeilijk is. En hij steunt me ook en coacht me op de juiste manier en helpt me daarbij. Dus ja, en hij is absoluut de laatste weken heel erg goed bezig met goals. En belangrijk zijn voor het team. Dus ja, ik kan het heel goed met hem vinden. Ik ben heel blij dat hij achter me speelt.